één keer, want mevrouw Beckerman snijdt een punt aan. Je kunt natuurlijk zeggen, nee, die mensen moeten meer gaan werken en het zijn er niet zoveel, en et cetera, et cetera. Maar haar punt is natuurlijk, en dat, daar zitten we hier ook voor, al zijn het kleine groepen, dat we niet willen, dat die, dat wil de minister ook niet, dus dat, dat hoor ik haar ook helemaal niet zeggen, maar dat die slachtoffer worden van goed bedoeld beleid. En de vraag is dan, is er dan, dus ik zit toch nog een keer over die gedragseffecten, want is, zou het denkbaar zijn dat bij de lage inkomens dat er gewoon meer ruimte wordt gegeven om dit soort dingen in de huur te stoppen? Met andere gaan we natuurlijk niet over. Dat doen de corporaties of de verhuurders. Maar je moet, ik denk wel dat we ook verantwoordelijk zijn. Dus je kunt, als je dit overdraagt aan gemeenten en zegt, nou ja, los hem maar op, mensen. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat hebben we ook al eens een keer eerder geprobeerd. Dat weet de minister ook heel goed, loopt ook al veel langer mee. Dus het netto effect hiervan gaat zijn dat we een vereenvoudiging bereiken. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat moet ook. En minister heeft gelijk, daar moeten we ook dapper in durven zijn. Maar dapperheid ten koste van mensen met de allerlaagste inkomens, al zijn het maar 2500, vind ik ook ingewikkeld. Zeg ik maar even. Dus daar zit ik. Ik denk dat de Kamer daarnaar zoekt samen met de minister. Dus dit is helemaal niet oppositie versus een kabinet, maar we proberen iets op te lossen. Misschien kan het wel niet. En dan geloof ik het ook. Maar toch nog één keer de vraag aan de minister. De minister. Dank, voorzitter. En richting de heer Vuilbrief, zo voel ik hem ook. Dit is gewoon met elkaar een wens hebben om te vereenvoudigen, want dat wordt breed gedragen. Ik heb het debat nog mogen doen naar aanleiding van de laatste parlementaire enquêtecommissie over het toeslagenschandaal en hoe wij zeg ik hier. Ja, ik was toen onderdeel van de Kamer. Ja, toch ook aan de lat staan voor vereenvoudiging. Dus zo voel ik hem ook. En ja, voorzitter, dan zijn er mensen die er vervolgens op achteruit gaan. En deels daarvan is de oplossing meer gaan werken. Maar wat doe je nou met die mensen die dat niet kunnen? En voorzitter, ik zie hem niet. Ik zou niet weten hoe je in de fiscaliteit, want daar hebben wij het hier over, iets zou kunnen bedenken waardoor je deze mensen helpt. Daar geldt bijzonder bijstandsbeleid voor. Deze mensen hebben in de zorgtoeslag wellicht of in bijzondere zorgkosten nog mogelijkheden, voorzitter. Maar via de huurtoeslag zie ik hem gewoon niet. Maar mocht iemand op een lumineus idee komen, ik hou mij uiteraard voorbehouden, voorzitter. Hoop alleen wel dat we het dan niet weer ingewikkelder maken. Dan schiet het een ander doel voorbij. Dank u wel. En nu echt tot slot en heel kort, echt even een korte vraag. Ja, maar het is niet eens een vraag, maar er zit een gevaar in als je servicekosten aan de huur gaat toevoegen. Omdat dat juist voor anderen misschien een negatief effect kan hebben op de huurtoeslag. In het huidige systeem zou dat erger zijn dan in het nieuwe systeem, maar dat is er wel. Dus ik vind dat, daar wil ik wel mijn kanttekening bij maken, dat ik dat niet per se een gewenste oplossing vind. Omdat het weer de andere kant op nare gevolgen kan hebben. En voorzitter, volgende week uit mijn hoofd gezegd, vrijdag ben ik voornemens om het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, waarin in het burgerlijk wetboek preciezer gespecificeerd wordt wat servicekosten zijn. En je kunt dus niet zomaar besluiten om dan vervolgens te denken, wow, oké, ik maak die kosten wel, dan stop ik ze even in de huur. Want de huur, daar geldt weer het woningwaarderingsstelsel voor. Dus dank voor deze toevoeging van mevrouw Beckerman, want dat is correct.